betere tijd. Sluit je aan bij onze strijd. Er moet oorlog in ons land. Wie staat aan onze kant? Wie vecht er voor de vrouwen en de meiden? Hoor de klokken van de kerk. Wees gehoorzaam, doe je werk. Ken je plaats, maar zoek vooral niet naar geluk. Er moet oorlog in ons land. Wie staat aan onze kant? Wie vecht er voor de vrouwen en de meiden? Vanmorgen is Veerman Koppelstok bij mij op bezoek geweest. Jullie mij op de piraten hebben slechts toegang op onze haven. Dat zal ik niet toestaan. Vanmiddag heb ik een overleg met jullie mij en de zijne. En dan gaan we wel luisteren wat er aan de hand is. Wat denken jullie, heren? Kunnen wij het hoofd bieden aan zo'n overste langnagel en die piraten? Ik ga ze geen toegang tot onze stad geven. Aan bieden die bekend staan om een haat tegen de Spanjaarden en de katholieken. En heren, wat denken jullie? Hebben we voldoende weerstand om die verdraaide waterveuzen het hoofd te kunnen bieden? Nou, moet ik maar weer. Ik hoop dat de Spaanse commandant maar voldoende troepen heeft kunnen krijgen in Vlaanderen, want het heeft de stad al genoeg geld gekost. Wat voor lieve woorden. Hoe kan je nu op dit moment aan geld denken? We kunnen beter bijstand vragen aan de hogere machten. Ik denk niet aan geld, hè? Waar de dood misschien gaan we wel vluchten voor de Zuidpoort. Ik vind dat een goed plan. Heren, laten we eerst naar het Maarland gaan en laten we luisteren wat de mij ons te vertellen heeft. En bevolking, blijf vooral rustig. Wij hebben als vroedschap alles onder controle. Nee. Okay.
belasting heffen, de tiende penning. Waar zouden we nou blij mee zijn met de tiende penning? Yeah.